lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien heb ik een mooie nieuwe mat. Ik ben hier echt onwijs blij mee. Ik ga natuurlijk vandaag mijn haul video opnemen. En dit is eigenlijk een van de haul spulletjes. Dit is een hele mooie mat van AliExpress. En die heb ik onlangs binnengekregen. Ik ben natuurlijk een weekje niet online geweest op YouTube. Ik ben een weekje naar Frankrijk geweest. Ik heb het echt onwijs leuk gehad. En ik ga daar alles over vertellen in kleuren en babbelen. Ik heb wel een beetje last van mijn keel. Ik weet niet zo goed waar het door komt. Misschien gewoon een griepje opgelopen in Frankrijk. Ik heb geen idee. Gelukkig geen corona. Dat scheelt weer. Ik heb vandaag een redelijk grote haul. Ik heb wat spulletjes van The Action. Ik heb wat spulletjes van AliExpress. En de rest is allemaal van Amazon. Ik ga denk ik beginnen met de spulletjes van AliExpress. Ja, het eerste wat ik heb besteld, dat heb ik net al verteld. Dat is deze mooie mat. Daarnaast, en volgens mij heb ik dat in mijn laatste kleuren en babbelen verteld. Dat is wel een grappig verhaal. Ik vertelde aan jullie dat ik een setje met permanente markers had besteld. En dat was echt al 4 maanden geleden. Ik denk in december, eind december 2021. En opeens kreeg ik de melding dat ik ze al ontvangen had. Tenminste, het leek erop dat ik hem had gemeld dat hij ontvangen was. Maar ik had hem nooit ontvangen. Dus ik had al een bericht gestuurd naar de verkoper van joh, ik heb hem helemaal niet ontvangen. Maar er staat van wel. En later die avond kwam mijn vriend thuis. En ik had nog helemaal niet de brievenbus gecheckt. En hij kwam letterlijk die dag, de dag dat ik die video had opgenomen, kwam hij met deze markers omhoog. Dit zijn dus permanente markers van AliExpress. Ik zal er even eentje bij pakken. Er staat hier Yukai. Not for letter writing or cloth. Made in China. Fine point permanent marker. Het is best wel een grote tip. Redelijk vergelijkbaar met een Sharpie, maar hij is wel iets breder. Op zich niet vervelend. Ik heb ze al een keertje uitgeprobeerd off camera. Zal ik even kijken of ik een blaadje... Wacht, ik ga even een blaadje erbij pakken. Ik heb hier even een blaadje. Ik heb even een paar swatches voor jullie. Ze zijn niet genummerd. Ze kleuren gewoon super juicy. Het is vergelijkbaar met een alcoholmarker, dus het drukt door. Het is denk ik op alcoholbasis. Ik weet nooit zo goed met permanente markers of het nou echt alcohol is of iets anders waardoor het doordrukt. Ze kleuren echt super lekker. Nou, nog even eentje. Ja. Mooie, heldere kleuren. En ze waren echt super goedkoop. Ik denk dat ze letterlijk 80 cent waren. En ik moest iets van 1 euro zoveel voor zendkosten betalen. Het heeft 4 maanden geduurd, dus ik moest er echt wel even op wachten. Maar dit is een set van 12. 3, 6, 9, 12. Ja. En ze werken allemaal prima. Dus het is uiteindelijk het geld en het wachten ook wel waard geweest. En deze ga ik lekker in mijn etuietje gooien met mijn andere permanente markers. Dus ja, ik ben hier echt super blij mee. Die ga ik even daar neerleggen. Nou, hierbij waren dat dus de spulletjes van AliExpress. Dan ga ik nu verder met de spulletjes van The Action. En ik heb hier... paint markers. Dat even allemaal hier neerleggen in beeld. Ik heb 5 setjes gekocht met wat blauw tinten, paars, groen, oranje en een beetje rood-roze. De laatste tijd zie ik best wel veel colortubers paint markers gebruiken in hun Disney boeken. En ik zat al een tijdje te kijken op Amazon en ook op AliExpress. Maar toch vind ik het nog best wel prijzig. En ja, als het me dan tegenvalt, vind ik het dan toch wel een duur grapje. Want dan ga ik het niet gebruiken. Maar toen zag ik deze pakketjes bij The Action. En deze zijn volgens mij €3,99 per stuk. Dacht ik uit mijn hoofd, weet ik even niet zeker. Even een voorbeeld verpakking. Paint markers suitable for surfaces such as wood, metal and paper. Including 4 metallic markers and 1 neon marker. En er staat hier een matte finish. Hier nog wat informatie. Het is van AFEC.
En ik heb meestal wel goede ervaringen met Avec producten. En het lijkt me best wel leuk om ze in ieder geval even uit te proberen. In ieder geval één verpakking open te maken. Ik wil denk ik nog wel een aparte video maken waarbij ik alle kleurtjes ga swatchen. Maar voor nu wil ik in ieder geval even eentje openmaken en kijken hoe dat bevalt. Oh, mocht gelijk de hele doos, of course. Oh, prachtig. Oké, hier hebben we er eentje. Paint marker. Best wel een dikke stift. En hij is nu nog redelijk gelig. Maar paint markers moet je natuurlijk altijd even een beetje opwekken. Even flink pompen. En dan zoals het goed is de inkt... Oeh, zag je dat? Hij schoot er zo uit. Oh ja, neus schudden, dop open. Even schudden. Ik hoop dat ze het doen. Oh ja, daar komt hij. Zie je dat? Oh, nu langzaam een beetje roze. Er komt een ambulance langs op de achtergrond. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Ah, kijk. Oh, dat kleurt wel heel soepel. Wauw. Dat kleurt echt heel makkelijk. Het is wel heel nattig, dus je moet altijd wel goed uitkijken. Dus het goed laat drogen. Want het zou dus heel mattig moeten opdrogen. En ik begrijp dat de zilveren, dat deze vier metallic zijn. En de rest gewoon normaal. En ik denk eigenlijk dat dit een neon is. Deze die net gebruikt hebben. Maar laten we even een metallic erbij pakken. Goed schudden. Ik vind het een hele mooie kleur. Als ik lippenstift koop of iets van een lipgloss, is dit echt de kleur. Echt, I love it. Een beetje nude-achtig. Kijken of deze een beetje wil komen. Oh, wauw. Oh, jeetje, wat een mooie kleur. Kijk. Wauw, doen ze het goed, joh. Het kost echt helemaal geen moeite. Oké, ik wil er nog eentje doen. Eerst even deze laten zien. Voor mij zien jullie meer dat het nat is dan dat het echt shined. Maar het is echt super metallic. En ik film nu in de avond met mijn daglichtlamp. Ik weet niet of het zo misschien beter is. Oké, ik wil er nog eentje doen. Zullen we de zilver of is het een beetje lila, denk ik? Jammer dat ze geen kleurcodes hebben. Oké, nog even eentje dan. Gewoon omdat het kan. En paint markers zijn in principe op waterbasis. Dus daarom zou je ze heel goed in je Disneyboeken kunnen gebruiken. Want dat drukt dus niet door. Als het goed is, kunnen we zo even checken. Kijk. Wauw. Heel mooi. Even checken op de achterkant of het doordrukt. Nee. Nou, die roze trouwens wel een beetje. Hier zo. Maar die andere twee niet. Maar nu is het wel heel dun A4 papier. En ja, die Disneyboeken hebben op zich wel goed papier. Ik laat het heel even drogen. En aan het einde van de video kan ik nog even erbij pakken om te kijken of het goed is gedroogd. Maar ja, ik ben hier heel enthousiast over. En ik weet eigenlijk niet of ze nog meer kleuren hadden. Volgens mij waren dit de enige, zover ik die kon vinden. Maar ik ga nog even een keer een aparte video maken. En dan ga ik gewoon alle kleurtjes swatchen. Hij is niet zo mooi dichtgemaakt, maar dat maakt niet uit. Dus dit zijn de paintmarkers van de Action.
Waar ga ik die neerleggen? Even aan deze kant. Dan van de Action heb ik deze twee gekocht. Dit is ook van Avec, een Rainbow Inkpad 8 Bright Colors. Ik weet niet of ik het heel slim heb gedaan, want ik heb dus zeg maar bewust een soort make-up borstel gekocht. Dus een meerdere borsteltjes gekocht. Ik had in mijn hoofd dat dit een soort poedertje was. Dat handig voor achtergronden en zo. Maar het is een inkpad. Nu weet ik niet zeker of het gaat werken met een make-up borstel. Ik denk ik heb een schaar nodig. Oh nee, geen schaar nodig. Oh, misschien werkt het ook wel met de inkt. Ik heb geen idee of het werkt met een make-up borstel. Maar het zag er wel echt heel interessant uit. Dus... Want... Hoe werkt dit? Kan het gewoon... Oeh, dit is het denk ik al, hè? Ik had ook wel even kijken of het helpt. Of het lukt met een make-up borstel. Ik heb dus deze gekocht. Zo'n echt make-up sponsje. Hier nog eentje. Dus een hele kleine. Dit voelt zo lekker. Lijkt een soort stressbal. En ik heb deze gehaald. Een hele mooie metallic. Mooie brush. Die normaal dat voor je gezicht zou gebruiken. Of voor je make-up of wat dan ook. Ik ga denk ik toch weer hetzelfde blaadje even erbij pakken. Nogmaals, geen idee of het werkt hoor. Want het is natuurlijk inkt. En misschien heb ik het niet zo handig gekocht. Oké, wat is een mooie kleur. En... Beetje blauw. Oeh, het geeft wel goed af. Even kijken. Nou, het is wel een goede afgifte wat er afkomt. Het kan wel heel mooi zijn. Als je een beetje subtiele achtergrond wil maken. Zou je wel elke keer even je make-up spons moeten schoonmaken. Als je klaar bent. Ik denk dat je misschien beter iets anders kan gebruiken. Maar ik moet zeggen, het is wel een hele mooie pigment. Maar ik denk dat dit make-up borsteltje, sponsje, het allemaal opzuigt. En het daarom niet super veel afgeeft op het papier. Maar het is wel mooi en subtiel. Misschien moet ik kijken voor iets anders. Hebben jullie nog tips waarbij je dus mooi en makkelijk kan stempelen? Zonder dat het echt de inkt zeg maar opzuigt in je spons. Als jullie tips hebben waarbij ik dit kan gebruiken voor een achtergrond, let me know in de comments. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ik heb echt precies geen ervaring met inktpads. Ik heb hier nog nooit iets mee gedaan. Ik zou het mijn god niet weten. Ik had het gekocht en achteraf dacht ik van oké, ik ben echt heel dom dat ik zoiets met elkaar koop. Maar ja, ik kon het proberen. En op zich... Ja, nee, dit werkt niet heel goed. Nee. Nee. Ik ga ook niet met deze eroverheen, want dat gaat denk ik helemaal mis. Maar wel echt een heel leuk palet. Dat hebben ze echt heel leuk gedaan in van die regenboogkleurtjes. Ik ga die ook even wegleggen. Oh, nee. Oh, nee, het sponsje rolt helemaal op de grond. Ja, maakt niet uit. Het is al droog trouwens. Ja. Nice. Oh, deze gaan we even wegleggen. Het laatste wat ik heb gekocht bij de Action is... deze. De set van 50 aquamarkers. Super vet. Deze was volgens mij maar €12,95. Vind ik echt reuze meevallen voor zo'n grote set. Ik heb hem nog erg aan de kant met... Nee, misschien kunnen we de kleurtjes zien op een rijtje. Maar we kunnen ze hier ook wel gewoon prima zien. Het is een mooie variatie aan kleurtjes. En het leek me leuk om deze met jullie te gaan swatchen. Niet in deze video, maar in een aparte video. Zodat ik mijn color card verder kan invullen met jullie.
Waarschijnlijk zijn er best wel veel kleuren die ik nog niet heb. Misschien ook weer heel veel dubbele. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ja, dus dat gaat er aankomen in een volgende video. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Yes! Dan gaan we nu verder met de spulletjes van Amazon. Nou, deze hebben jullie al in een vorige video gezien. De 48 art markers van Ohuhu. In mijn laatste video heb ik deze geswatcht. En hierbovenop zie je mooi de color card zitten. Als je de video nog niet gezien hebt, zal ik hem hierboven even laten verschijnen. Dan kan je zien hoe deze markers zijn. Hier kan ik de kleurtjes laten zien. Ik ben echt zeer, zeer tevreden over deze markers. En ik heb ze nog steeds niet gebruikt in mijn kleurboeken. Maar dat ga ik 100% zeker weten doen. Want ze kleuren echt super, super fijn. En ik heb eigenlijk altijd wel hele fijne ervaringen met Ohuhu. Het gaat lang mee. Mooie dekkende kleurafgifte. Alleen weet ik niet zeker of deze ook aan yellowing doen. Ik kan me ooit een video herinneren van Lauren Last Color. Die had ook zo'n set van 48. En die deden aan yellowing. Dus dat houdt in dat er een soort van gelige gloed doordrukt op je volgende bladzijde. En soms bladzijden daarna en ook ervoor. Door een bepaald goedje wat in deze markers zit. Maar op Amazon heb ik zo al 3-4 verpakkingen van deze markers kunnen vinden. Dus ik weet dus niet zeker of dat deze zijn of andere. Maar goed, ik ga ze gewoon een keer gebruiken. En dan horen jullie vanzelf van mij of dat deze waren, ja of nee. Dus dat waren de Ohuhu art markers. En dan zijn we aangekomen bij de kleurboeken die ik deze maand heb besteld. Begin ik met deze. Dit is Feline's Coloriages Mysteres van Art Therapy. Volgens mij is het gewoon van Hachette Heroes. En dit is eigenlijk gewoon hetzelfde als de Disney boeken. Alleen dan met allerlei katachtige bladzijdes. Ik ga nu even aan de antwoorden. Dus als je dat niet wil zien, moet je heel even wegkijken nu. En even hier zo. Ja, ik ben dus gek op katten. Dus ik was helemaal verliefd toen ik dit boek zag. Kijk nou hoe schattig. Allemaal tijgers, puma's, leeuwen. Gewoon huistuin en keukenkatten. Ik vind die tijgers ook heel gaaf. Heel cute. Een links. Twee keer een links, denk ik. Ja, het zijn er zoveel. Ik ga er maar even snel doorheen. Cheetah was altijd mijn lievelingsdier vroeger. Nu nog steeds wel. Ik vind ze wel echt wel heel mooi. Kijk deze. Die is grappig. Oh, deze ook leuk. Oeh, deze met zo'n half maan oog. Dit is echt zulke mooie platen. Oh, deze. Ik kan ook wel iets magisch hebben of zo, deze. Zo'n mooi blauw en wit. En de laatste. Dus dat is Feline's van Hachette Heroes. Heb ik hier Easy Mandala's Color by Number van Nikki Sharma. Dit is een kleur op nummerboek. En even kijken, volgens mij heeft zij deze samen uitgebracht met Sachin en Sachin Deva. Ik weet niet zeker of het bij dit boek is, maar ik heb nog een boek. En daarvan weet ik zeker dat die in samenwerking is gedaan met Sachin en Sachin Deva. Zij heeft dan zeg maar de illustraties gemaakt, maar hij heeft het uitgebracht. En het is best wel lekker papier. Dat dit zwart is heel glossy. Het is wel wat Italiaans papier. De laatste tijd valt het mij en Mandy best wel op dat heel veel boeken op Italiaans papier zijn gedrukt. En vaak is het toch wel een beetje de mindere kwaliteit. Maar de laatste tijd valt het best wel mee. Het voelt best wel gewoon lekker. Het voelt wel goed. Papier voelt niet super dik. Maar ja, je kent mij. Die dikke belijning, I love it. Het is kleur op nummer. Wat wil je nog meer? Een heerlijk boek om jezelf in te verliezen. Dus dit is Easy Mandala Color by Number van Nikki Sharma.
heb ik hier Brain Games Color by Pixel Fill Squares with Color to Reveal Pictures. En dit zijn dus 100 platen die erin zitten. Ik ga even naar de antwoorden. Dus als je die niet wil zien, moet je even wegkijken. En je ziet hier zeg maar de echte foto en hoe die eruit ziet in je pixelvorm. Oh, dit is een heel groot. Oké, sommige platen doen ze dus heel groot en sommige wat kleiner laten zien. Ik ga er eentje over. Het enige jammer aan dit boek is dat hij dus niet enkelzijdig is. Het is dubbelzijdig. Ik heb nog een boek van hun. Een kleiner pocket size boekje. En die is wel enkelzijdig. Dus ik kan ook gewoon lekker mijn permanente markers inkleuren. Oh, kijk dit. Het ziet er zo creepy uit. Ik heb het ook bij dat andere boek. Dat ik denk, ja, die foto dat is leuk. Maar dan krijg je dit. En dan denk ik, is het gewoon net niet soms. Ja, zo ziet dan een pagina eruit. Oh, het zijn trouwens 103. Oh, niet 103. Nee, 100. Sorry, 103 bladzijden, maar puzzel 100. Maar ik vind het fijn dat er een ringband zit. Dan kan je hem heel makkelijk, als je de linkerbladzijde wil maken, gewoon omslaan. En dan heb je ook niet zo'n last van die middelrand. Ik heb hier nog niks in gekleurd verder. Maar het lijkt me wel heerlijk om dit misschien met Stabilo te doen. Met fineliners misschien wel. Dus ja, dat is Brain Games Color by Pixels. Of Pixel, sorry. Dan heb ik hier een boek wat een beetje beschadigd bij mij is geleverd. Dit is Mosaics Color by Number Volume 1. Dit is van Bright Ideas Paper. Dit is Dazzling Animals. En je kan het hier al zien. Het is niet gescheurd of geschaafd. Maar er zit gewoon een plaklaag hierop. Alsof je een ander boek op heeft geplakt. En ik krijg het er ook niet lekker van af. Dus ik heb zoiets van, ja, laat maar lekker zitten. Het is toch de buitenkant. Heeft niemand last van. Achterkant hebben we hier kleurenpalet. Deze is van Jennifer Rowling. Ik heb hier nog niks in gekleurd. Maar ik zie echt zulke mooie platen in dit boek. Voorbij komen op Instagram. Wat staat hier nou? End part in. Oh ja, we hebben ook natuurlijk een volume 2. Die heb ik nog niet. Ben ik wel heel benieuwd naar. En dit zijn hokjes van 4x4 mm. Normaal is het meer 3x3 of 3,5x3,5. Maar dit kleurt wel heel lekker weg. Dit kan je prima met alcoholmarkers doen als je heel voorzichtig kleurt. Op een permanente marker, hoe ik het liever zou kleuren. Maar misschien kan ik in dit boek een keer mijn Ohuhu art markers gebruiken. Die hebben best wel een fijne tip. En dat zou best wel prima werken. Dit is de kleurenpalet. 25 kleuren hebben we hier. En dan wit. Dus ik ben benieuwd. Die lijkt me echt heel mooi om te kleuren trouwens, die giraf. Dus wie weet ga ik die proberen te zoeken in een boek. Dus dit is Dazzling Animals. Heb ik hier Mystery Colors Wild Animals Color by Number van Colorquestopia. Dit is een nieuwe reeks die ze hebben uitgebracht. Of tenminste het eerste boek in deze nieuwe vorm die zij uitbrengen. Even door de bonuspagina's heen. Hoppa, het zijn er steeds meer. Deze is dus ook op dat Italië papier geprint. En het is niet heel fijn. Je kan gewoon zien dat het een beetje, ja, de beleiding gewoon echt super dun is. Een beetje korrelig, een beetje net niet eigenlijk. Ik hou het boek wel. Maar dit lijkt me best wel lastig om met alcoholmarkers te kleuren. Want voor mij schiet je best wel makkelijk uit. Misschien gewoon eerder met stift op waterbasis. Maar ik ben toch meer van de alcoholmarkers en permanente markers eerlijk gezegd. Misschien dat permanente markers nog wel zou lukken. Maar ik ben wel bang dat het heel makkelijk doorbloedt. Maar we gaan het zien. Ik ga het gewoon proberen. En wie weet. Wel leuk als ik een keer wat nieuws proberen. Ik heb wel al een paar uitkomsten gezien op Instagram van dit boek. Ik moet zeggen dat het al vrij simpel is. Dat de achtergrond veel dezelfde kleur is alsnog. Dat het niet heel gedetailleerd is. Het lijkt heel gedetailleerd door al die kleine vakjes. Maar het is merendeel wel heel veel dezelfde kleur. Dus ja, ik ben benieuwd. Wie weet ga ik deze maand nog een plaat kleuren. En anders volgende maand. Dus dat is Mystery Colors Wild Animals.
Oh, ik heb echt een beetje last van mijn keel. Dus ik ga even wat rustiger praten. Dit is 50 Diminutive Countryside Scenes van Camelia Angelkova. Dit is haar nieuwste, ja, miniatures boek, zeg maar. Ik heb ze lang niet allemaal, maar dit trok wel mijn aandacht. Want ik vind countryboeken wel heel erg leuk en interessant. Dus deze uitbracht. Hier weer op Italië geprint. Oh, ik check elke keer even op welke papier die is geprint. Of in welk land. Kijk nou hoe cute. Het is gewoon sneeuw en kerst. Oh, misschien gaan ze door alle seizoenen. Want hier zie je Halloween. Herfst. Zou het een beetje zomer zijn? Kijk hoe leuk aan. Molen. Zomer, denk ik. Zomer. Die kan denk ik wel lente zijn. Lekker een beetje naar buiten. Super lief. Allemaal leuke, schattige plaat. En allemaal huisjes. Hier is een Hollandse plaat met mais en een molen. Lijkt me heel leuk om zo'n plaat te kleuren. Heel cute. Volgens mij is het gewoon een beetje door de seizoenen heen, dit boek. A splendid coloring book featuring 50 small rural scenes. Lovely cottages and barns. Many farm animals and much more. Super leuk. Ik ben echt nieuwsgierig hoe dit boek me gaat bevallen. Dus dit is 50 Diminutive Countryside Scenes. Wat een tongbreker. Dan gaan we verder met Autumn Scenes. Color by Number van Nikki Sharma. En dit is een boek in samenwerking met Sachin Sachdeva. Ik zei het verkeerd om, maar hij is natuurlijk de illustrator. En zij heeft waarschijnlijk het boek uitgebracht. Hier, Sachin is de illustrator. En zij is de auteur van dit boek. En daarna is hij zelf boeken gaan uitbrengen. Kijk nou even hoe leuk dit is. Allemaal schattige, ja, toch wel herfst scenes, zoals het boek ook heet. En misschien een beetje raar, midden in de lente. Maar ja, ik vind dat je gewoon alles kan kleuren wat je wil. In welk deel van het jaar dan ook. Hier is een plaat die ik heb gekleurd, dus die skippen we eventjes. Het is wel weer het Italië papier. En in dit boek moet ik zeggen dat je dat wel echt merkt. Het is echt heel dun papier. Het slurpt echt wel je markers op. Maar ik ben wel tevreden met de plaat die ik gedaan heb. En die gaan jullie ook zien, alles wat ik heb gekleurd. Maar hoe leuk is dit? Het is echt Sachin's stijl. En kleur op nummer. Wat wil je nog meer? En er zijn meerdere boeken, heb ik gezien. Ze zijn ook helemaal niet zo heel duur. Dit is Autumn Scenes, Color by Number van Nikki Sharma. Heb ik hier twee boekjes. Eerst even deze. Van Denksport. Ik ben niet heel vaak te vinden in een Primera of iets. Maar voor mij moest ik daar een pakketje op halen. En toen zag ik Denksport. En zij hebben dus logisch kleuren en tekenen. Oh, sorry, de glare. En kleur op nummer special. En ik dacht, oh, dat is leuk. Dus ik heb deze gehaald. Ik heb hier volgens mij, ja, misschien wel iets in gedaan. Maar dit is meer echt puzzelen. Niet heel veel kleuren. Je hebt wel iets van kleur. Je hebt hier bijvoorbeeld wel een kleur op nummer. Dat je de lijntjes aan elkaar moet verbinden. Dot to dot. En dat soort zaken. Doolhof. En volgens mij heb ik alleen de eerste gedaan. Ik heb deze meegenomen op vakantie naar Frankrijk. Maar ik heb het eigenlijk niet echt aangeraakt. Want ik wilde gewoon iets simpels meenemen voor op vakantie. Ik heb deze gemaakt. En ik vergiste me hier echt in. Het is echt nog wel lastig om dit goed te doen. En niet helemaal in de war te raken. En ze ziet er ook heel creepy uit. Het is een vrouw, maar ze lijkt een beetje op Dracula. Ik weet niet wat er mis ging. Er ging heel veel mis. Even kijken. Nou, hier. Dit moest er zijn. Nou, het lijkt ook hier op Dracula. Dit is Erin Brockovich. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wie dit is. Maar zoals je ziet, je hebt wel een paar kleuropnummers. En dat vond ik dus wel heel erg leuk. Dus dat is Denksport nummer 48. En daarna heb ik wel echt het kleuropnummer gekocht. En ik heb hier ook een plaat in gedaan. Toevallig de coverpage voor mijn prompt Strawberry. En dit is wel echt alleen maar kleuropnummer. We hebben hier wat antwoorden, sorry, als je dat niet wilde zien.
En je kan deze bladzijden uitscheuren. Je hebt hier zo'n scheurrandje. Dus je, als je je plaat hebt gekleurd, kan je hem netjes eruit scheuren. Er zitten wel hele leuke platen in. En je hebt dus dit soort platen, dat je meer die vakjes hebt. En je hebt deze, dat echt meer een beetje mengelmoesjes is. Dus elke keer is het een beetje om en om. Deze is voor mij een hele page, denk ik. Nee, het was twee verschillende. Maar je hebt wel twee soorten manieren van inkleuren. Het is een beetje de slingerde slang en de wat duidelijkere platen, zeg maar. En ik heb er dus al eentje gedaan met stiften op waterbasis, want het is natuurlijk dubbelzijdig. En ja, het kleurt heel lekker weg. Het is best wel prettig papier, best wel dikker papier. Dus ja, de plaat in dit boek gaan jullie zien, alles wat ik heb gekleurd. Ik heb trouwens een abonnement genomen op dit boekje, of tenminste op Denksport, de kleur op nummer special reeksen. Je hebt dan 4 keer per jaar een editie. Voor mij betaal je dan €20. Dus dan zijn het maar iets van €5 per stuk, want ik heb voor deze €6,50 betaald. En het schijnt dat ik dan in mei de eerstvolgende editie krijg. Gewoon thuisbezorgd. Dus ik ben super benieuwd. Als die binnen is, dan laat ik hem gewoon aan jullie zien. Dus wellicht volgende maand dan. Want ja, ik ben hier wel enthousiast over. Ik vind het wel heel erg leuk. En je kan deze boekjes dus vinden bij je Primera of online bestellen bij Denksport. Maar volgens mij kan je online alleen een abonnement nemen en niet per se los dit kopen. Maar dat durf ik niet te zeggen. Maar dat waren dus mijn Denksport boekjes. Heb ik hier Easter Ceramic Tiles. Dit boek heeft al wat liefde gehad van mij deze maand. Vooral voor mijn scavenger hunt prompts. Ook deze weer op Italië gedrukt, zie ik. Ik ga er even vlot doorheen, want ik wil nog niet mijn ingekleurde platen laten zien. Het is allemaal heel schattig. Easter. Ik zit nou even af te vragen, ik dit boek niet al een keer laten zien? Of niet? Misschien een ander boek wat erop leek. Volgens mij heb ik dit boek al een keer laten zien. Dat idee heb ik. Nou ja, krijg ik het gewoon nog een keer te zien. Ik heb hier eigenlijk een herhaling van nu ik dit vertel, namelijk. Dit is een whip. Ik ben nog bezig met deze plaat. Die andere heb ik wel af. Maar in ieder geval echt super schattig. Dit is Easter Ceramic Tiles Color by Number van Prachi Dewan Sachdeva. Volgens mij had ik haar naam nog niet benoemd. Dan het nieuwste boek van Belba Family. Stone Mosaic, de Cream Edition. Dit is namelijk op wat meer gelig papier gedrukt. Ook dit boek is op de Italiaanse papier gedrukt. En eerst dacht ik oei. Maar volgens Mandy, want zij heeft al gekleurd in dit boek, is het heel prettig papier. Heel smooth. Het voelt ook wel prettig aan. Ja, het voelt niet super dun. Niet het meest dikke papier, maar wel gewoon oké. Maar dit is eigenlijk gewoon stoommozaïek in mandala vorm. En hoe cool is dat? Super satisfying. Ik bedoel, ik ben gek op mandala's. En dan brengt ze gewoon een stone mosaic mandala boek uit. Ik bedoel, ze kunnen mij niet blijer maken dan dit. Dus ik één is wat meer gedetailleerd dan de ander. Het is wel weer op het standaard witte papier. Misschien gaan ze hem nog uitbrengen op het zwarte papier of zwarte achtergrond. Geen idee. Maar ja, super leuk. Ik ga hier snel in beginnen. Ik heb hem pas vandaag binnengekregen, of eigenlijk gisteren al. Dus wie weet dat ik er nog een paar kan kleuren deze maand. Dus dit is Stone Mosaic Cream Edition. Heb ik hier Color by Numbers for Adult by the Sea Mosaics. Dit is van Sunlight Drawing. Ook zij hebben weer een heel ander soort kleurboek uitgebracht. Een nieuwe reeks. Ze hebben ook nog een ander boek uitgebracht. Ik weet even niet hoe het heet, maar het was een beetje van dat, van het aparte kunst kleurboek. Het is niet helemaal mijn stijl. Dus die heb ik eigenlijk niet besteld. Deze wilde ik eigenlijk ook niet bestellen. Ik wist eigenlijk niet waarom. Maar zag ik een paar platen bij Mandy. Van Mandy Kleurt. En toen dacht ik van, oh, het ziet er eigenlijk wel heel erg leuk uit. En ook weer op Italië. Het is knap. Want ja, kijk naar de belijning. Het ziet er super nice uit. Dat is allemaal landscape, zie ik. Maar ik hou hem even rechtop. Ik ga even naar de portretplaten. Zo. Deze. Ziet er heel gaaf uit.
Mooie pauw. Het lijkt me heel leuk om te doen deze. En ik zou het gewoon lekker kleuren met mijn permanente markers en kleine vakjes. Misschien met die Ohuhu art markers. Maar met normale alcoholmark kan het ook vast wel hoor. Als je gewoon een beetje voorzichtig kleurt, moet het helemaal goed komen. Het is de cover page. Maar zie je wel veel detail. En daar hou ik op zich wel van. Ik had niet verwacht dat het heel veel detail zou zijn. Kijk hoe gaaf. Echt heel leuk. En het is een standaard kleurenpalet. Dus dat is gewoon heel fijn. Dat is gewoon altijd datzelfde blijven aanhouden. Dus dat is bij de Sea Mosaics van Sulla Drawing. Dan zijn we aangekomen bij het laatste boek. En dat is Mosaic Art Exotic Birds van Such & Such Deva. Hij had weer een nieuw boek uitgebracht in zijn 3x3 mm reeks. En I love it. Het is echt een heel fijn en mooi boek. Wederom weer op Italië papier. Ik heb bijna nooit meer Poolse papier. Heel vreemd. Maar het schijnt dat Amazon daar verder niet zoveel aan kan doen. Je bestelt het, het wordt gewoon ergens geprint en bezorgd. Dus zij kunnen niet echt beïnvloeden waar het wordt geprint, helaas. Ik heb hier al een plaat gedaan. Die is hier. Je kan zien, door het Italië-papier druk ik het echt heel heftig door. Want ik kan hier mijn hele kleurenpalet niet eens meer zien. Maar we skippen hem even. Jullie hebben hem eigenlijk al een beetje gezien. Maar in mijn volgende video mogen jullie de plaat helemaal zien. Als je hem echt wil zien, kun je naar mijn Instagram gaan. Want ik heb hem eigenlijk al gepost. Dus ja, dit was het laatste boek. Mosaic Art Exotic Birds 3x3 mm Caliber Number van Sachin Sach Deva. Ik ga natuurlijk alles voor jullie linken onderaan de beschrijving. Alle boeken, alle producten, zover dit lukt. Die kun je allemaal gewoon terugvinden daar beneden. Ik ga je bij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet je zeker niet om je te abonneren. Zet erbij gelijk een belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!